Het Man bij het Hondjournaal. Vanavond met Jan Oosterman. Goedenavond, dames en heren. Jan en Lydia Oosterman uit Loenen zijn dringend op zoek naar schrijverij om hun schuur vol te krijgen. Een verslag ter plaatse. Nou, hier is onze hobbyruimte. Wat doet u nu? Ik ben nu de smeren pen ben ik nou aan schoonmaken. Wat doet u, mevrouw? Ik heb hier dikke pennen. Er zijn vier of vijf verschillende soorten pennen. Die zoek ik uit, een beetje bij elkaar. Ik ga de stift eruit halen, want deze is kapot. En die wil niet meer op en neer. Want ze moeten wel compleet wezen. Okay. En die doet weer nou. Test u ze ook even? Als ze doet, bedoel je? Of die schrijft? Nou nee, ik heb ze liever dat ze het niet doen dan wel doen. Want ze kunnen gaan lekken. En dan heb je de hele verzameling onder de inkt zitten. Nou, stottert u allebei. Is dat een belemmering bij de hobby? Bij de hobby niet. Want wij hebben wel veel contact met de verzamelaars. Maar dat heeft helemaal geen belemmering. Want je gaat toch voor de balpennen en niet voor de praten eigenlijk. Dus. Want hoeveel heeft u er nu? Ik heb er nu 92.676. Want daarom noemen ze mij ook de bolpenkoning uit Loenen. Dus heeft u pennen met opschrift over, neem dan contact op met Man bij het Hond en uw pen krijgt een nieuw leven in onze schuur. Dit was het nieuws.